Hallo en welkom bij Pauls Model Wijnstaf. Vandaag een Märklin motorpost, maar dan de Hammo ofwel de gelijkstroomversie. Deze motorpost is dus geschikt voor twee rail, geen derde rail pick-up. De wielen zijn dus ook geïsoleerd. Maar de motor die erin zit is nog wel een Märklin motor. Dat betekent dat het niet mogelijk is hier zomaar een decoder op aan te sluiten. Wat ik van plan ben met deze is de motor voorzien van een permanente magneet. Er zit nu een driepolige anker in. Daar moet een vijfpolig anker in. De verlichting wil ik aanpassen, zodat die beter klopt. En er moet een decoder in natuurlijk, want ik ga ermee rijden. Verder probeer ik om iets te doen aan de stroompick-up. Ik denk niet dat dat gaat lukken, omdat alle wielen hier voorzien zijn van anti-sliprubbers. Maar misschien dat ik dat ga doen via een verbinding met de wagon die erachter hangt. Maar dat zal ik denk ik buiten deze ombouwsessie gaan doen. Maar ja, ik ben er heel blij mee, dus laat ik eens beginnen. Ik kan niet wachten. Om een motorpost open te maken, moeten er drie schroeven los. Dit is de eerste. Hier zit de tweede. En nummer 3 zit hier. En als ik ze alle drie goed los heb, ze voelen los. Zo. En dan is hier het onderstel. En hier de kap. Hier zit de stroompick-up in voor via de pantografen. En hier zitten de printplaten voor de verlichting. Het onderstel bestaat dus uit de stroompick-up, de rode draad hier. En het frame is zo te zien de andere pol, andere kant van de stroompick-up. Eens kijken of dat een goed idee is. Bruin en geel gaan naar de voorkant van de verlichting. Bruin en grijs gaan naar de achterkant van de verlichting, als ik het goed heb. In ieder geval, dat zijn de bekabeling voor de verlichting. Er zit een extra pin hier aan de zijkant die nu nog niet in gebruik is. Zo te zien, daar wil ik de decoder op aansluiten. Hier zit een vlak waar de pantografen op aangesluiten en een schakelaar om te wisselen tussen pantograaf dan wel rails. Ik wil deze printplaat gebruiken om een 8-pin decoder op te zetten. Dat wil ik doen middels dit harnas. Ik hoop dat ik dat hier aan kan bevestigen op een of andere manier. De schakelaar gaat eruit, net als de mogelijkheid om stroom vanaf de bovenleiding af op te pikken. Deze motor moet dus uit elkaar en vervangen worden. En dan moet ik even kijken welke van de hier opgesoldeerde onderdelen allemaal nog nodig zijn. Ik vermoed niet allemaal. En ik ga even controleren hoe het zit met stroom via het frame versus stroom via de bekabeling. Ik denk dat de motor volledig geïsoleerd is. Dus dat de stroomtoevoer via het frame niet zo boeiend is. Maar ik wil wel even voor de zekerheid controleren dat de verlichtingen hier niet ook stroom oppikken via het frame. Omdat ik die geïsoleerd wil hebben en met bekabeling wil aansluiten. En dat doe ik zodat ik verschillende schakelen, manieren de verlichting kan schakelen. De stroompick-up gebeurt inderdaad via het frame. Maar de motor is volledig geïsoleerd. Dus ik zie daar geen probleem in.
Om een extra stroomopnemer te plaatsen, zou ik dat op deze twee wielen moeten doen. Misschien heb ik nog wat liggen in een kist om dat voor elkaar te krijgen. Aan deze kant moeten alle onderdelen van deze printplaat af. En alle bekabeling wil ik sowieso opnieuw gaan doen. Dus laat ik daar maar eens mee gaan beginnen. Dit is de printplaat ontdaan van al zijn componenten en al zijn bekabeling. Ik heb alleen de twee weerstanden laten zitten. Omdat ik ook maar een handleiding volg. En nu ga ik eens kijken hoe ik deze hierop ga krijgen. Zo, de printplaat is klaar. Vanuit de bovenkant ziet het er redelijk netjes uit. Deze kant hier zijn voor de aansluitingen voor de verlichting. De blauwe zit in het midden. Twee plaatjes. Geel en wit zitten aan de zijkant. En groen en paars zitten aan de andere kant. Dit is de aansluiting voor de rode draad van de stroompickup. De zwarte stroompickup zit in feite hier op deze schroefgaten. En aan de andere kant ziet dat er zo uit. De weerstanden zitten nog op zijn plek. En er lopen gekleurde kabeltjes naar de diverse contactpunten. Dit zijn de twee contactpunten voor de motor die daar straks op aangesloten wordt. Ik heb een aantal banen doorbroken, zodat ik wat contactpunten kon herbruiken. En ik ga proberen hier een mooi schema van op dit moment in het scherm te krijgen. Met de stroompickup eruit. En het printplaatje weer op zijn plek. Ik heb de stroompickup voor de pantograaf eruit gehaald, zodat hij niet hier met dit metalen ding op de plug gaat duwen. En de printplaat zit op zijn plek. De rode kabel zit, als het goed is, hier in de hoek, als ik het goed onthouden heb. Dan zou ik er zo een decoder op moeten kunnen zetten. Deze paarse gaat dadelijk hier al gaan vast. De motor moet nog gedaan worden. Maar ik ga nu eerst de bekabeling doen naar de verlichting. En daarna de printplaten aan. Ik heb de bekabeling naar de voorkant, naar de voorverlichting, op zijn plek zitten. En eentje naar de achterkant, waarvan ik zeker weet dat die goed is. Ik ga de LED-verlichting printplaten aan de voor- en achterkant nu eerst aanpassen. Om daarna de boel te testen, zodat ik zeker weet dat deze verbindingen goed zijn. Anders moet ik ze aan twee kanten opnieuw doen. En liever maar aan één kant. Ik ga de aanpassingen doen volgens dit schema. Even zoeken waar die was. Hier staat wel rood, maar ik heb het er zelf in getekend. Want mijn printer wil geen kleur printen. Deze ga ik doorsnijden. Die ga ik doorverbinden en daarna is dit het aansluitschema. Ik zal ook nog even de weerstanden tevoorschijn moeten halen. Die moeten er ook nog tussen. En na die aanpassing kan ik eens gaan kijken of mijn bekabeling klopt. Ik heb alvast wat draden gesoldeerd naar de voorkant. De witte, de blauwe en de groene. Ze zitten hier ook op de decoder. Ze komen goed door de plug. En ik ga nu de voorkant printplaat aanpassen. Ongeveer volgens wat hier staat. Ik zal een mooie versie hierop neer gaan zetten. Het komt erop neer. Hier worden nog weerstanden gegeven per verbinding. Maar ik heb op de blauwe weerstand zitten. Ik denk dat dat goed gaat. Zo niet, dan pas ik dat later eraan. Zet ik nog een weerstand tussen. Een aantal rode verbindingen moeten doorgesneden worden. Een aantal moeten toegevoegd worden en dan moet ik voor zowel de voor- als achterkant doen. Als dat gelukt is, kan ik een proef draaien met een decoder erop, kijken of de verlichting goed werkt en ook of dat ik hier niet iets geks gedaan heb met mijn draden.
Dat blauw in het midden moet, dat is duidelijk. Maar misschien dat wit en groen nog omgedraaid moeten worden. Daar kom ik dan liever nu achter voordat ik ook de achterkant vast heb gezet. De cabine die de ledstrip op zijn plek houdt, zou ik er vrij makkelijk uit moeten kunnen klikken. Er zit wel wat beweging in. Ja. Dat is de cabine. En dat is de printplaat. Ik laat de lichtgeleiders en dergelijke even allemaal zitten in mijn locomotief. Zorg even voor dat dit niet van de trein is. Nee, dit is net van iets anders gekomen. Dit rode stickertje mag eraf en mag er straks ook weer terug op. Daarachter zitten de verbindingen tussen alle ledjes. Ik heb het idee dat hier al iets aan aangepast is. Maar waar ik mee ga beginnen is met solderabsorberen spul, alle klonten van soldeer eraf te halen, zodat ik goed kan kijken en ook kan doormeten hoe de verbindingen nu lopen. En dit is nu de schone printplaat. Zo. Alle bestaande verbindingen zoals ze vanaf de fabriek er zaten zijn nog zichtbaar. Maar alle klonten solderen heb ik er vanaf gehaald. Ik heb hem ook eventjes ontvet. Dan kan ik nu de juiste verbindingen aan gaan brengen. Dat was heel precies solderen. De paar verbindingen die ik door moest snijden heb ik mijn scalpel voor gebruikt. Ik heb zelfs mijn pincet moeten gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Maar met doormeten zie ik dat het nu klopt. Dus ik ga hem terugplaatsen en kijken wat het resultaat is. Dit is de normale rijvooruitverlichting. En dit is de achteruitverlichting. Die zijn, alle standen zijn nu afzonderlijk schakelbaar vanaf de decoder en daarmee kan ik ze dus ook inprogrammeren. Als ik nu hier een wagon achter ga hangen, dan kan ik hem zo regelen dat alleen de voorste lichten aan en uit gaan bij het rijden en niet ook de achterste. Dat geeft mij wat meer flexibiliteit. Zo, nou, met de verlichting op zijn plek kan ik beginnen aan de motor. Om een Hammo motor aan te sluiten met decoder zul je hem moeten voorzien van een vaste magneet. Ik ga nog een klein stapje verder. Ik vervang ook het anker voor een vijfpolige anker in de hoop dat die wat beter loopt op lage snelheden. Maar in principe is alleen het vervangen van het motor door de magneet, een permanente magneet, al voldoende. Ik heb nog meer merklinspullen. Want hier zit dus de motor, anker en magneet en nog wat dingetjes in. Een heel mooi bakje voor onderdelen. Zo. Dit is de nieuwe permanente magneet. Die vervangt deze magneet. Een nieuw motorschild met ontstoringscondensator erop. Dit zal ik even op moeten zoeken. Dit zijn twee nieuwe koolborstels. Dat is niet heel erg, want deze waren wel al een eindje versleten. En dit is het nieuwe, hartstikke schone, mooie anker wat erin gaat. En daarom hoef ik de motor ook niet schoon te gaan maken, want eigenlijk alles wat vies is, wordt vervangen. Even moeten kijken wat welke onderdelen allemaal voor zijn. Deze weet ik natuurlijk. Er zitten nog twee weerstanden bij. Even kijken waar die moeten. En ook dit. De rest, dat weet ik allemaal. Ik ga hier rechtstreeks de decoder opzetten met de grijze en de oranje draad. Even kijken in welke volgorde. Maar dat kan ik makkelijk op dit bordje doen. De weerstanden ga ik niet gebruiken.
De koolborstels natuurlijk wel. En ook deze ga ik niet gebruiken omdat ik hier de kabels rechtstreeks op soldeer. Dus dan haal ik over deze onderdelen. Om de motor te demonteren zit dan aan de onderkant in ieder geval één schroef voor deze constructie. En een tweede die hem op zijn plek houdt. Zo, die gaan even opzij. En nu komt de motor er zo uit. Omdat ik de motor dus al losgesoldeerd had, is het makkelijk om hem even op te pakken en weg te leggen. Deze gaat opzij. Zo, hopelijk staat er geen stroom op, anders verwoordt het ook vrij snel. Openmaken is makkelijk. Er zitten twee schroeven op het motorschild. En met die twee schroeven komt het oude anker los. De schroeven heb ik nog wel nodig. Samen met komt de oude motorplaat los. Samen met de motorplaat komt de magneet los. En zoals je ziet, daar zit hier een draad omheen gebonden. Dat betekent dat het een elektromagneet is. En, op het moment dat je met wisselstroom werkt, kun je door middel van een winding om een metalen stuk een magneeteffect krijgen, wat dus nodig is voor deze hele motor om te werken. Dit is het oude anker. Oh, ik had de... Ja. Als je dus de koolborstels er niet uithaalt, dan schieten ze meteen tegen elkaar door wat veertjes die hierin zitten. Dat is niet zo'n ramp, want ik ga deze niet hergebruiken. Het nieuwe anker. Eens kijken of het past. Het zou vervelend zijn als het niet zo is. Als gegoten. Oude magneet weg. Nieuwe magneet. Dit wordt lastig. Als alles van metaal is, dan wil zo'n magneet natuurlijk ook overal aan plakken. Oei, oei, oei. Hij moet precies goed aansluiten. De magneet. Er moet niet ergens nog een millimetertje tussen zitten. Zoals ik nog wel eens heb. Zoals ik net even had. Ook met het aansluiten van het schild. Moet ook alles precies aansluiten. En als alles precies aansluit, dan kun je gaan proberen de schroeven er terug in te krijgen. Er zit hier een stukje bijgeleverd wat die ga ik wel gebruiken, wat de stroompick-up van de wielen mogelijk maakt. Omdat deze wielen wel geïsoleerd zijn, maar waarschijnlijk, en dat moet ik eventjes doormeten, maar ik denk dat één kant wel degelijk in contact staat met het frame. En door hier dus een klein metalen plaatje op te hebben, zou het zo zijn dat de stroompick-up wat beter wordt. Eens even kijken of mijn theorie klopt. Ik zet deze even er gewoon op. Ja, zo. Deze wielen hier staan dus in contact met het hele frame. Het motorschild is wel geïsoleerd, dus in de bak zat een klein metalen stukje dat ik even ga pakken. Zo. Als deze schroef erin gaat met het kleine metalen plaatje, dan heb je net een wat betere stroompick-up. En een tweede pick-up zou ik hier nog kunnen bouwen die aan de andere wielen zit en zijn stroom doorvoert. Misschien door dit gaatje hier.
dat komt later. Dit is nu de nieuwe Märklin motor, sorry, Hammer motor. Hij draait vrijelijk. Er moet alleen nog koolboksels in. Nou, alle mensen met Märklin die weten hoe dit werkt. Ik als fluismanjongen heb het even op moeten zoeken. Deze groef die hier zit, daar komt de veer in te zitten. En die veer die zit op de motor en ligt plat op het motorschild. Dus deze koolborstel moet erin met de groef niet haaks op, maar plat op het motorschild. Zo. En het kleine veertje moet er dan tegenaan. Hier zit de koolborstel in. Hier loopt het veertje, dat loopt er zo overheen. Dus de groef van die koolborstel loopt van boven naar beneden op deze motor. Dit veertje drukt er tegenaan, dit koolborstel drukt tegen het anker aan, tegen de metalen plaat en zorgt ervoor dat het hele boel in beweging komt. Hij doet het. Dus hij rijdt. Mooi, ik ben blij. Ik ga nog hier het draadje aansluiten voor de extra pick-up van het chassis. En daarna hem dichtmaken en een rondje rijden. En nog eens even goed over nadenken hoe ik een extra stroompick-up op de wielen hier ga doen. Dus ik ga hem zo nog een rondje zien rondrijden. Maar ik wil toch alvast afsluiten. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe, deel en dat soort dingen. Dat vind ik leuk en dan kunnen meer mensen dit kanaal vinden. En ik zie jullie graag een volgende keer.